Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken een millefeuille van Noordzeekrab met hummus en romesco. Wat hebben we nodig? Zuurdesemtoast, krabvlees, mayonaise, bieslook, shallot, citroen, hummus, romesco en basilic. We beginnen met ons krabvlees. Krabvlees, dat hebben we al eens uitgelegd hoe we dat gedaan hebben in de vorige aflevering van First Class. Doen er wat peper bij, een klein beetje zout, eetlepel mayonaise. Nu gaan we de shallot fijn gaan insnijden. En nu snipperen we de shallot heel mega fijn. Een beetje shallot bij ons krabvlees. Nemen we wat bieslook. De bieslook gaan we eerst mooi gaan afspoelen. En de bieslook die snijden we ook fijn. De bieslook doen we ook bij de krab. Nu nemen we een beetje citroen. Dan gaan we de krabtartaar een klein beetje affrissen met citroensap. Wat olijfolie. Dan gaan we alles mooi mengen tot een homogene massa. Hier hebben we zuurdesemtoastjes. Het zijn eigenlijk toastjes gemaakt van zuurdesem. Hoe we dat gemaakt hebben, dat kunt u vinden op onze website firstclass.tv. We gaan onze krabtartaar mooie stekertjes doen. De twee volgende dingen die we gaan doen, is eigenlijk de hummus en de romesco. Die gaan we in een spuitzakje doen. En dat hebben we eigenlijk al gemaakt in een vorige aflevering. We maken eigenlijk dat er niks meer zit. We maken eigenlijk dat er niks meer van lucht zit in onze spuitzak. Zodanig als we straks onze romesco gaan spuiten, dat er eigenlijk geen luchtballen in zitten. Dan gaan we mooie doodjes romesco spuiten. Doen we hetzelfde met de hummus. Vier kleine dotjes spuiten op het bord. Plaatsen we de krab op. Daarop de hummus. Daarop een toosje met de romesco. En nu gaan we juist nog afwerken met kleine blaadjes Griekse basilic. Millefeuille van Noordzeekrab met hummus en romesco. First class. Zeker lekker. Kijken naar de volgende aflevering. Tot de volgende keer.